passie. Nou, het is niet zo, want ik toevallig sprak pas met Winfried Geneen. Die zegt, wij praten zo graag over voetbal, ja, of coaches. Niet zo dat ik privé alleen maar over koning en koninginnen praat. Dus het is wel gewoon echt werk, maar het interesseert me wel heel erg. En ik ben er wel heel erg voor mee bezig. Wie er ook mee bezig is aanstaande donderdag, dat is een dame, die hebben we hier vooruit. Ik moet even kijken. Suzanne, nou ja, dame, nou dametje mag ik zeggen. Suzanne, ben je daar? Wat mag jij doen donderdag? De bloemen geven aan Maxima. Ja, zij mag de bloemen geven aan Maxima. En waar ga je dat doen? Het wordt even geholpen door moeder Joke. Ook in boulevard gehad. Tekstschrijver op rechts. En waar ga je dat doen precies? Anders help je even Joke. In het Oranjepark in Apeldoorn. Nou, hoe gezellig is dat? En Suzanne Huisman is als babytje vastgehouden door Maxima. Hè? En toen zag je er zo uit, piepklein. En nu, 7 jaar geleden, mag je dat doen. Ik ga even naar je mama. 7 jaar later. Of 7 jaar later. Mag ik. Hoe is dat nu tot stand gekomen dat Suzanne ineens nu weer oog in oog komt te staan met Maxima? Wij hoorden dat de koningin met gezelschap in Apeldoorn zou komen. En toen heb ik een mailtje gestuurd naar de organisatie. Ik denk, ja, misschien wel een leuk idee als Suzanne nu ook iets kan betekenen en Maxima opnieuw kan zien. En de organisatie vond het een heel leuk idee. En Suzanne mag dus de bloemen geven aan Maxima. Suzanne, zullen we 1 keer oefenen? Vind je dat goed? Ja? Irene, loop jij er even naartoe? Ja. En hier zijn de bloemen. Wat wil je? Wacht even. En dan even wat je, hoe je het gaat doen. Ja? Suzanne, kom eens. Kom even. Zo. Want je hebt dat vastgeoefend op school, toch? Of niet? Ah, schatje, kom maar. Als iedereen je mors eng vindt, ja, nou, dat, nee, dat kan niet, hoor. Nee, dat kan onmogelijk. Kom maar, schatje. Zo. Dus is het zo, hè? Hier, ja. Dit zijn de bloemen. Zwaai, Irene, jij staat als Maxima. Hier. Zo, wat ga ik doen? Zwaaien. Zo. Dag. En dan zeg ik, oh, Suzanne. En dan? Geef de bloemen nu. Dan moet je mij even de bloemetjes geven. Doe ze mij de bloemetjes geven. En wat zeg je dan tegen me? Ik ben net alsof ik Maxima ben. Wat zeg je dan? Wat heb je geoefend? Alsjeblieft. Of hyper de piep hoera. Moeilijk, hè? Wat moet ze zeggen? Ik vind je heel lief. Oh, dat heb je niet. Het is geen vaste tekst. Nee, het is improvisatie. Nou, Suzanne, ik denk dat het heel verstandig is dat je nog even oefent. Kom even lekker deze kant op. Dat komt vast goed, hoor. Maar het is zo leuk dat zij heeft wel een boekje uit het ziekenhuis. En in het ziekenhuis staat een stukje geschreven door Maxima zelf. Maxima was nog geen prinses toen, hè? Dat was daar eens de kennismakingsbezoeken. En dat waren de kennismakingsbezoeken. Ja. En kijk, hier staat dus... Laat eens zien. Wie kijkt er met me mee? Kijk, hier tekent ze het boekje en hier is het bewuste boekje. En er staat hier voor Suzanne... Lieve Suzanne, heel veel succes en veel eten. Maxima. En dat heeft ze gedaan. Gaat het goed met je, Suzanne? Ja, hè? Lekkere... Ja, zegt ze, ja. En wie mogen er nog meer bloemen geven? Aanstaande donderdag? Zijn dat vriendinnen van je of ken je die niet? Ik ken ze niet. Nee, nou, het wordt een knaldag. Wij zouden het zo graag leuk vinden als Maxima bij de laatste Live in Cooking zou komen. Of iemand. Denk je dat dat ooit gebeurt? Dat zie ik niet echt voor me. Hè? We kunnen het schrijven. Je moet er gewoon uitnodigen en dan krijg je ofwel een ja ofwel een nee, kan ik je voorspellen. Je krijgt altijd bericht. Ik krijg volgens mij altijd bericht. Wij hebben bericht van Maxima. Nou, het leek ons zo leuk, omdat natuurlijk nog maar 5 keer Live in Cooking naast vandaag. Als één programma verdient, dan zijn ja, en omdat ze natuurlijk ook in mei jarig is. En nou ja, op de dag zelf is ze misschien een beetje overdreven. Maar dacht, nou, misschien wil ze dan op 31 mei het meevieren. Dus ze is uitgenodigd. En we hebben inderdaad een briefje teruggekregen. Wilt u weten wat erin staat? Ja, natuurlijk. Ja. Ga jij het voordragen? Ja, het is geschreven door, niet door Maxima zelf, maar iemand vlakbij haar. Daar gaan we. Zeer geachte mevrouw. Oh, gaat u allemaal staan, Maxima? Ja. Zeer geachte mevrouw, namens zijn koninklijke hoogheid de prins van Oranje en hare koninklijke hoogheid prinses Maxima der Nederlanden zeg ik u hartelijk dank voor uw brief en voor uw uitnodiging om op zondag 31 mei aanstaande de laatste uitzending van het televisieprogramma Live in Cooking bij te wonen. Begint goed. De prins en de prinses hebben het buitengewoon op prijs gesteld dat u aan hen hebt willen denken. Ja hoor, graag gedaan. Het spijt hen dan ook u te moeten laten weten dat zij niet in de gelegenheid zijn om aan deze uitnodiging gevolg te geven wegens eerder aangedane verplichtingen. Welke verplichtingen? Aangegane bedoel ik. Oh. Met gevoelens van de
meeste hoogachting. Mevrouw Levendig. En zij is de secretaresse van de familie. Nou, PS, is het niet jammer. Valt niet meer lastig. Mark, waar ga jij het vieren? Jammer, hè? Nou, ik ben in Apeldoorn. Jij bent in Apeldoorn. En we gaan de avond ervoor al. Gaan we eerst gezellig eten met Peter van der Vorst en Jeroen Kijk in de Vechten. En daarna gaan we lekker slapen hopelijk. En dan de volgende dag begint al vroeg. En 's middags boulevard, dus het is een hele volle dag. En terwijl iedereen feest viert, is het hard werken. Dat doe je werkelijk fantastisch, Ertje Boulevard. Mijn complimenten. Dank je. Het wordt een mooie koninginnedag. Ik hoop het wel. Ga jij goed eigenlijk? Ga jij met Snoetje de Mars op? Ja, nee, wij gaan staan. Ik moet weer om 6 uur mijn bed uit om het beste plekje hier te gaan zoeken. Ja. Ja hoor. Ja. Wat levert zo'n dag nou op met vrijmarkt? Ik denk €2,50. Oké. Maar dat is meteen alweer uitgegeven. Met nog veel meer rotzooi terug. Maar dat is juist het leuke aan koningin. Is er nog iets, een nieuwtje, die je ons kan geven over een koningshuid? Of dat we zeggen, nou dat moet je toch nog even meenemen? Ja, dit is altijd heel gemeen. Als ik nu zeg nee, dan is het afgelopen. Ja, daarom. En ik weet altijd dat je nieuwtjes hebt. Dus maar ik zou zo zeggen, chante. Nou ja, er is dus in Engeland in de Hello een heel bijzonder interview. Dat staat ook een Weekend deze week. Verschenen met de dochter van Jonathan Aitken. En die zegt dat het goed mogelijk is dat haar vader de zoon is van Prins Bernard. Prins Bernard heeft een verhouding gehad met haar grootmoeder, Lady Penelope Aitken. En daar is een zoon uitgeboren. Tenminste, er is een zoon geboren in 1942. En zij zegt nu, dat zou best eens een keer de zoon van Bernard zijn. En weg is die de feest. Prins Bernard nou toch. Ja, die prins. En dan gaan we dat 100-jarige geboorte dinges vieren. En dan krijgen we zo'n verhaal. Dat is toch niet leuk voor... Ja, maar hij vraagt om een nieuwtje. Juliana. Ja, dat is wel goed. Nou, Juliana was zijn peettante van deze John van Aitken. Dus die zal dat ofwel nou, dan is er niks aan de hand. Dankjewel, Mark van der Linden.